Welkom bij het Eva Weekjournaal. Met vandaag. Partout toernooi voor kinderen van de BSO. Dieren uitdagen in Dierenpark Amersfoort. Amersfoortse club gaat naar Engeland. Doosje moet uitkomst bieden tegen isolement. In de meivakantie organiseerde Partout Kinderopvang het Partoernooi. Aan dit toernooi doen alle BSO's uit regio Amersfoort mee. Hier is momenteel gaande het Partoernooi. Een heel groot sporttoernooi wat wij organiseren voor alle BSO-kinderen in de regio Amersfoort. Wij doen vandaag diverse sporten en spellen. Onder andere zie je buiten een grote klimmuur staan. We hebben knotshockey, levend tafelvoetbal, heel spectaculair spel. Maar ook een meer bekende sport als korfbal wordt hier vandaag beoefend. Er zijn vandaag 260 kinderen die deelnemen van alle vestigingen van Partout Kinderopvang in Amersfoort. Alle BSO's moet ik zeggen. Het is natuurlijk meivakantie. En wij organiseren eigenlijk in iedere vakantie hele leuke, spectaculaire programma's. En dit is hier het onderdeel van, voor de vijfde keer. We zijn één grote organisatie. En dan is het leuk om binnen een organisatie wel samen op te trekken. Want uiteindelijk, als je op een BSO zit, dan zie je nooit de BSO. En als je achterin in Amersfoort zit, zie je nooit die van Vathorst. En dan is het leuk dat je nu ziet dat er heel veel kinderen zijn die eigenlijk allemaal op de BSO zitten. En je ziet elkaar, je maakt elkaar mee en als collega's, maar zelfs kinderen. Dus je trekt gewoon zo'n hele dag met elkaar op. En dat is ontzettend leuk om samen te doen. Dit is vanaf 6+. Tot en met 12 jaar. En dan tussen die leeftijdscategorie spelen ze allemaal. We hebben ook gekeken voor de 4+, maar dat zijn ze nu vooral bezig op de eigen locaties. Ze hebben zijn eigen sporttoernoois. Maar hier op deze locatie is echt van 6 tot 12 jaar. Wat het sowieso echt super tof maakt, vind ik, dat er dus 260 kinderen zijn. Nou, daar word ik dan echt al heel erg blij van. Het weer is het enige wat wij als organisatie niet in de hand hebben. En waar we echt met z'n allen wel een beetje bang voor waren. Want het is natuurlijk hartstikke koud. Dat is ook wel echt zo voor de meivakantie. Volgens mij is het kouder dan het kerst, dus dat is een beetje jammer. Maar tegelijkertijd is het gewoon zo tof om te zien. Al die kinderen die vinden het geweldig, die kleden zich erop. PM'ers, onze pedagogische medewerkers, zijn super enthousiast. We maken er gewoon met z'n allen een heel gaaf evenement van. De kinderen zijn super enthousiast. Hè. Voor kinderen is het echt sowieso altijd leuk buiten spelen sporten. Die vinden dat over het algemeen super tof. En onze ouders, de ouders van de kinderen, zijn er ook heel erg enthousiast over. Dus in die zin boeken we succes. Is het gewoon een heel erg leuk evenement in de regio. En uniek, want niemand anders doet dit zo. Dus dat maakt regio Amersfoort hier in ook uniek. We hebben wel eens gekeken of we het nationaal kunnen maken. Dus dat betekent dat je het Nederland breed kunt oppakken. Maar het is wel, er komt wel heel veel bij kijken. Dus ik weet niet of dat verder lukt. Dit is echt Amersfoort. Dit zijn alle BSO's van Amersfoort, van 6+. Of we dat nog groot kan trekken, ja, dat zullen we moeten bekijken. We hebben het gekeken, maar er komt heel veel bij kijken. Het is een grote organisatie, zit erachter. Ja, wie weet. Ik heb gevoetbald en dat je ballen moet schieten door een poortje. Tijdens de meivakantie kon de jeugd in Dierenpark Amersfoort zijn krachten meten door middel van verschillende activiteiten. Dit kon tijdens de dierenuitdagen. Dierenuitdagen kan je krachten meten aan de sterke eigenschappen van de dieren. Een tijger is bijvoorbeeld heel erg sterk. Een ezel die kan heel goed balanceren op riggels, op rotswerk. En een giraf die kan op hele hoge poten lopen. Dat kan ook niet iedereen. Dus hele bijzondere eigenschappen. En wij vragen aan de bezoeker, probeer maar eens hun records, want dat zijn het eigenlijk een beetje, te verbreken. Je wordt getriggerd om actief te zijn, om dingen te doen. Hoeft natuurlijk niet, je kan ook gewoon naar het dierenpark toe. En daarnaast leer je er ook veel van, want je leert goed de eigenschappen van bepaalde dieren ontdekken. Overigens is niet alles heel erg sportief. Een el bijvoorbeeld die kan speuren naar een prooi die loopt in het weiland, omdat die hele goede ogen heeft. Bij ons worden je ogen ook getest. Nou, we doen het al een paar jaar en wellicht doen we het volgend jaar weer. We vernieuwen het evenement wel elk jaar, dus we doen niet elk jaar precies hetzelfde. We verbeteren het uiteraard ook elk jaar en elke keer komen er weer nieuwe toevoegingen bij het creatieve team van dit park.
En heeft elk jaar de dierenuitdager weer een nieuwe glans. De kinderen worden in ieder geval actief aangezet. Dus ja, je krijgt er een beetje een gezond lichaam van. En kinderen leren heel erg wat er bijzonder is aan de natuur. Dus wat er bijzonder is aan zo'n tijger, wat er bijzonder is aan een chimpansee, wat er bijzonder is aan een olifant. Dus je komt ook nog heel veel over de natuur te weten. De ene activiteit is wat intenser dan de andere activiteit. Bijvoorbeeld bij de chimpanstormbaan, daar adviseren we wel een bepaalde leeftijd voor. Maar begeleiding kan ook flink helpen. Dus ouders mogen gewoon met de kinderen de stormbaan af. Het is ook een beetje kinderafhankelijk. Veiligheid staat er uiteraard voorop. Dus elke activiteit die wij hier uitvoeren, zijn uitvoerig gezet. En voldoen ook aan alle veiligheidseisen. Dus het is volkomen 100% safe. Daar hoeft er niemand zich zorgen om te maken. Nou ja, je hebt ook hartstikke mooie televisiedocumentaires en mooie boeken, uiteraard. Maar wij proberen wel op een leuke, attractieve manier kinderen wat bij te brengen over de natuur. Dus inderdaad, wij denken dat wij op deze manier, door kinderen aan te zetten, een stukje beweging in aan te brengen, dat we kinderen meer kunnen leren dan met een groot dik boek. Jeugdvoetbalteam van CJVV Amersfoort gaat eind april meedoen aan een internationaal voetbaltoernooi in Engeland. Bijzonder is dat het team jonger is dan 12 jaar. CJV is een voetbalvereniging en ik durf uit de grond van mijn hart wel te zeggen dat dat de allermooiste vereniging is van heel Nederland. En in ieder geval van Amersfoort. Staat voor Christelijke Jonge Lieden Voetbalvereniging. En wij zijn, denk ik, wij blinken uit in het feit dat wij een heel maatschappelijk betrokken voetbalvereniging zijn. En dat is best bijzonder. Wat je hier achter mij ziet zijn de jongens van de onder 12-1. Wat ik samen met de andere trainer Ben Danel samen train. En dat zijn jongens die in de hoofdklasse spelen. En dat is binnen deze vereniging het hoogspelende team. Dit team speelt nu in de hoofdklasse. In het eerste deel van de competitie speelden we in de eerste klasse. Toen zijn we kampioen geworden. En nu gepromoveerd naar de hoofdklasse. Dit weekend gaan we iets fantastisch doen. We gaan met de hele ploeg gaan we naar Engeland toe. Gaan we daar een toernooi spelen. Wij gaan met z'n allen naar Engeland. Wij hebben daar een internationaal toernooi waarbij wij tegen 6 Engelse ploegen spelen. En dat is bijzonder, want wij zijn vorig jaar met dit team ook naar België geweest. En toen hadden we al de droom om ooit eens een keer aan de andere kant van de plas te spelen in Engeland. En dat is gelukt, mede dankzij CVV. Dus het is geweldig dat we dat hebben kunnen organiseren. Een van de vaders van de jongens van het team, die komt vaak voor zijn werk ook in Engeland. En afgelopen jaar hebben we ook een toernooi gehad. En de jongens die vonden het eigenlijk heel erg fijn om een keer een toernooi in Engeland te hebben. En via John Ayide, dus de teamleider, die heeft dat kunnen regelen dat we een toernooi daar kunnen gaan spelen, zeg maar. We verwachten vooral een hele hoop plezier en lol, want dat is het allerbelangrijkste. Het zou leuk zijn, vorig jaar in België hebben we het toernooi gewonnen, als we dat in Engeland weer zouden doen. We hebben geen idee, we kennen de tegenstanders niet. Het maakt ons eigenlijk ook niet zo heel veel uit. We gaan erheen om plezier te hebben en om gewoon zo goed mogelijk te spelen. En als het resultaat dan winst is, dan is het natuurlijk super. In totaliteit gaan 12 van de jongens die hier gaan mee en 9 vaders gaan er mee. Dus met een groep van 21 man gaan we daar naartoe. Ja, ik vind het een hele grote eer om in zo'n mooi voetballand te kunnen voetballen. En het lijkt me gewoon heel leuk om daar een keer het toernooi te kunnen spelen. Het is ook een hele grote eer. Nou, ik vind het heel mooi omdat het niet heel dichtbij is en vooral leuk is omdat we met het team gaan. En het is een best grote eer om dat te doen. Omdat het ook teams zijn uit het buitenland, kan je ook een beetje zien hoe die voetballen. En dat is eigenlijk. In het Kadercafé wordt de Smalltalkzone van toepassing gebracht. In Smalltalkzone kunnen mensen gebruik maken van een doosje om te helpen tegen isolement. Wij hebben de doosjes geïntroduceerd bij café en de eigenaar mag zelf bepalen hoe hij dat gebruikt. Hij kijkt naar hoe bezoekers het vinden en het kan op alle tafeltjes, maar soms is het misschien te opdringerig. Dus daarom zijn ze in zicht en je kan zelf het pakken. En er zijn altijd een aantal tafeltjes waar het wel ligt. En er liggen ook gebruiksaanwijzing flyers, waar staat uitgelegd hoe het doosje werkt. En bij de binnenkomst heb je ook een instructieposter, waar ook staat van waar is dat doosje voor bedoeld. En straks hebben we stickers voor in het menu, waar ook staat van heb je zin in Smalltalk, vraag aan het toeltje.
Maar het moet heel vrijblijvend zijn. En mensen moeten het leuk vinden en het zelf willen. Dus wij willen niet iemand verplichten. En dat wil Café ook niet. Ik vind het een heel mooi project. Toen de dames een paar maanden geleden bij mij kwamen, toen was ik ook meteen enthousiast van, nou, kom maar hier. Ik wil graag Kader Café beschikbaar stellen als small talk zone. Ik ben heel benieuwd wat het gaat opleveren, hoe het gaat werken. En ik vind de gedachte erachter prachtig om mensen eigenlijk achter de geraniums weg te trekken en wat meer in het sociale leven te betrekken. Dus ik wens ze van harte toe dat dat goed gaat werken. Op dit moment zijn wij in Amersfoort gestart. We zijn heel dankbaar aan de gemeente Amersfoort die ons steunt om de presentatie en lancering van de eerste Time for Smalltalk Zone in het Kader Café te introduceren. We willen in eerste instantie Amersfoort de stad maken waar ontmoetingen, spontane ontmoetingen mogelijk zijn. Maar we merkten zelf en ook met onze tienerkinderen dat de mobiele telefoons maken het mogelijk om heel veel connecties te hebben en heel veel gesprekken te voeren via social media en WhatsApp. Maar dat in echte leven gebeurt het steeds moeilijker en steeds minder. En dat je, als je in het café zit en wel even zien hebt in een praatje, dan hoort het eigenlijk niet om bij iemand zo aan te komen en een beetje aan te spreken zonder dat het wordt gedacht, hey, wat doet ze gek. Dus we dachten, misschien kunnen we dat oplossen door een toeltje te introduceren. Waarmee mensen kunnen aangeven, oké, ik zit op mijn telefoon, maar ik vind het niet erg als je aanschuift en met mij in gesprek komt. Ik vind het een heel goed initiatief. Stel dat ze hier op haar telefoon gaat kijken. Ja. Nou, ik moet er even over nadenken, want het overvalt mij. Ik heb nog niet echt de tijd gehad om daarover na te denken. Maar op zich denk ik dat het heel goed kan werken. Dit was het EVA Weekjournaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.